بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كايكرز اسم فراخ استيلت اس تفسير فرات الكوفي بتروبار وفنيت هير فور ولكن كورت انتودوكسي خيفة هو بستوديره واي دي بتروبارهايد فان دي شيئتيسي بوكه دي ميتوده دي واي آنهوده اس ات فولغنده واي كايكن نار twee belangrijke aspecten. Het eerste aspect is, de Shiïtische geleerden, hebben zij tafsir Furat al-Kufi gebruikt in hun werken of niet? En het tweede aspect is, hoe hebben de Shiïtische geleerden tafsir Furat al-Kufi omschreven? Er zijn Shiïtische geleerden, hun werk is om een omschrijving te geven van de boeken die geschreven zijn, of van Shiïtische geleerden. Tafsir Furat al-Kufi is een prachtig boek. Het is een boek wat de deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam bevat. Tafsir Furat al-Kufi is een oud boek van de klassieke Shiïtische geleerden. Laten we eens kijken hoeveel Shiïtische geleerden gebruik hebben gemaakt van Tafsir Furat al-Kufi. De eerste geleerde is Sheikh al-Saduq, rahmatullahi alayh. De tweede geleerde is Sheikh al-Kulayni in zijn bekende boek Kitab al-Kafi, al-Kafi al-Sharif. De derde geleerde is Sheikh al-Tabarsi in zijn boek Mishkat al-Anwar. De vierde geleerde is Ibn Shadan al-Qummi in zijn boek Mi'at Manqaba. De vijfde Shiïtische geleerde is Imaduddin al-Tabari in zijn boek Bisharat al-Mustafa. De zesde geleerde is Al-Muhaddith al-Nuri in zijn boek Mustadrak al-Wasail. De zevende geleerde is Sayyid Muhammad Hadi al-Milani, een bekende merja uit Mashhad, in zijn boek Qadatuna Kayfa Na'rifahum. De achtste geleerde is Sayyid Ali al-Milani in zijn boek Nafahat al-Azhar. De negende geleerde is Sayyid Ali al-Shahristani, een groot geleerde in Mashhad, in zijn boek Man huwa al-Siddiq. De tiende geleerde is Sayyid Muhammad al-Wahidi in zijn boek Anwar al-Wilaya. De elfde geleerde is Sayyid Hussein al-Burujardi in zijn boek Jama' Ahadith al-Shia. De twaalfde geleerde is Sheikh Wahid al-Kharasani in zijn boek Minhaj al-Salihin. De dertiende geleerde is Fakhruddin al-Turayhi in zijn boek Jawahir al-Matalib. De veertiende geleerde is Sheikh Mohammed Baqir al-Majlisi in zijn boek Bihar al-Anwar. De vijftiende geleerde is al-Istirbadi in zijn boek Ta'wil al-Ayat. De zestiende geleerde is Sayyid Ali al-Bahbahani in zijn boek Misbah al-Hidayah. De zeventiende geleerde is Abdullah al-Mamakami in zijn boek Al-Tanqih fi Majal al-Murrajal. De achttiende geleerde is Sayyid Hashim al-Bahrani in zijn boek Hilliyat al-Abrar. De negentiende geleerde is Al-Hurr al-Amili. De twintigste geleerde is Mirza Muhammad al-Mashhadi. De 21ste geleerde is Sheikh Ismail al-Ansari al-Zanjani in zijn Musu'a al-Kubra van Fatima al-Zahra salamullahi alayha. De 22ste geleerde is Sayyid Abdullah Shubbar in zijn boek Al-Kitab al-Akhlaq. De 23ste geleerde is Sayyid Ali al-Sadr in zijn boek Al-Aqaid al-Haqqa. De 24ste geleerde is Sayyid al-Khoui in zijn boek Tafsir al-Bayan. De 25ste geleerde is Sheikh Mohammed al-Sanad in zijn boek Al-Shahada al-Thalitha. De 26ste geleerde is Sheikh Ja'far al-Subhani. De 27ste geleerde is Sayyid Mohammed al-Hulu. De 28ste geleerde is Sayyid Ja'far al-Amili. De 29ste geleerde is Sheikh Abbas al-Qummi in zijn boek Safinat al-Bihar. De 30ste geleerde is Sheikh Latfullah Saf al-Kulbegani. De 31ste geleerde is Sayyid Sadiq al-Rouhani. En de 32ste is Sayyid al-Tabtabai. 32 geleerden die gebruik maken van het boek Tafsir Furat al-Kufi in hun werken. Een vraag: hebben al deze geleerden geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van Tafsir Furat al-Kufi? Wij zien dat eeuw na eeuw
gebruiken onze geleerden, die een expert zijn in hadith en overleveringen, gebruiken zij gebruik van tafsir Furat al-Kufi. Laten wij eens kijken hoe de geleerden de definitie hebben gegeven van tafsir Furat al-Kufi. Mirza Abdullah al-Asbahani in zijn boek Riyad al-Ulama, in volume 4, pagina 337, zegt hij het volgende. Furat al-Kufi behoort tot de grote geleerden en auteur van de bekende tafsir. Tafsir Furat al-Kufi. De tweede geleerde. Sayyid al-Khonsari schrijft in zijn boek Rawdat al-Jannat, volume 5, pagina 253, het volgende. De grote overleveraar en degene die de edele Koran uitlegt, de auteur van de grote tafsir die de overleveringen bevat. De meeste overleveringen gaan over de imams, alayhum salam, zoals zijn genoemd in tafsir al-Ayyashi en Ali ibn Ibrahim al-Qummi, waarvan al-Amili overleveringen in zijn Wasa'il en al-Majlisi overlevert in zijn Bihar vanuit betrouwbaar perspectief. De derde geleerde. Sheikh al-Urdurbadi in zijn introductie van Tafsir Furat al-Kufi. Hij zegt de auteur heeft veel overgeleverd van de imams alayhum assalam. Zijn shuyukh, dus zijn geleerden waar hij van overlevert, zijn er meer dan 100. Hij behoort tot de betrouwbare overleveraars. Zoals imam al-Sadiq salamullahi alayhi heeft gezegd, ken de deugd van onze overleveraars aan de hoeveelheid wat zij van ons overleveren. Onze imams alayhum assalam, die hebben in verschillende overleveringen duidelijk gezegd dat je de Shiiten, als jij de echte Shiiet wilt kennen, als jij de status van de Shiiet wilt weten, dan moet je kijken naar hoeveel hij weet van de Ahlul Bayt alayhum assalam, hoeveel hij overlevert van de Ahlul Bayt alayhum assalam. Tafsir Furat al-Kufi is een zegening voor de Shiïtische jongeren. De vierde geleerde, Agha Buzurg al-Tahrani, in zijn Kitab al-Dari'a, volume 4, pagina 299, zegt hij het volgende. Tafsir Furat al-Kufi bevat overleveringen van de imams, alayhum assalam. En hij heeft veel overgeleverd van al-Husayn ibn Sa'id al-Kufi al-Ahwazi. De vijfde geleerde, Sheikh Mohammed Baqir al-Majlisi, rahmatullahi alayh, in zijn boek Kitab al-Bihar, Bihar al-Anwar, in volume 1, pagina 37. Hij zegt het volgende over Tafsir Furat al-Kufi. Hij zegt, zijn overleveringen komen overeen met de betrouwbare overleveringen. Dus dat betekent, als wij onderzoek gaan doen naar Tafsir Furat al-Kufi, wanneer hij overleveringen overlevert, dan zien wij diezelfde overleveringen zijn aanwezig ook nog in andere boeken. Punt nummer 6. Al-Darbandi in zijn boek Al-Fawa'id al-Rijaliyya op pagina 83 zegt hij het volgende. Furat ibn Ibrahim al-Kufi behoort tot de grote geleerden en zijn boek is betrouwbaar. Sheikh Ali Shahroudi in zijn boek Mustadrak Ilm al-Rijal, in volume 6, pagina 194. Furat ibn Ibrahim al-Kufi behoort tot de overleveraars van Sheikh al-Saduq. En hij heeft een eervolle tafsir met de overleveringen van de imams alayhum assalam. Ik heb er een exemplaar van. Hij overlevert nauwkeurig wat betrouwbaarheid verleent aan de auteur. Zoals al-Majlisi en anderen gezegd hebben en de pilaren van de geleerden en overleveringen hebben het gebruikt. Binnen het shiïsme hebben wij geleerden die zijn het fundament van overleveren. Zij zijn gespecialiseerd in het overleveren van overleveringen. En al deze geleerden hebben gebruik gemaakt van Tafsir Furat al-Kufi. Volgende geleerde, Sayyid Hassan al-Sadr. In zijn boek
Tekemmulat Imd al-Amal, volume 4, pagina 210, zegt hij het volgende. Het is verteld door een aantal geleerden en onderzoekers dat deze tafsir een goede geloofsleer bewijst en dat de inhoud overeenkomt met de essentiële boeken. De auteur van de bekende tafsir, de overleveraar, zei: dit is de tafsir van de verzen van de Koran die zijn overgeleverd door de imams, alayhum assalam, de deugdzame sheikh en de meester van overleveringen in zijn tijd, Furat ibn Ibrahim. En het meest wat er in staat over de imams, de geleerden hebben erop vertrouwd. Dat betekent dat Furat ibn Ibrahim was een meester in ahadith, in het overleveren van overleveringen van de Ahlul Bayt alayhum assalam. Het volgende geleerde, Sheikh Muhammad al-Jawahiri, in zijn Kitab al-Mufid, min Mu'jam al-Rijal, pagina 453, zegt hij het volgende. Furat ibn Ibrahim ibn Furat al-Kufi, de auteur van de bekende tafsir met overleveringen van de imams, alayhum assalam, hij overleverde in tafsir al-Qummi, dus hij is betrouwbaar. Sheikh Muhammad Hadi al-Amini, in zijn boek Mu'jam al-Matbu'at al-Najafiyya, op pagina 126, zegt hij het volgende. Furat ibn Ibrahim al-Kufi behoort tot de geleerden van hadith en tafsir van de derde eeuw. En de elfde geleerde, Sayyid Abu al-Qasim al-Khoi, in zijn boek Kitab al-Rajal, volume 14, pagina 271, zegt hij het volgende. Tafsir Furat al-Kufi bevat overleveringen van de imams en hij heeft veel overgeleverd van al-Hussein ibn Sa'id al-Kufi al-Ahwazi. Dus dit is wat de Shiïtische geleerden hebben gezegd over Tafsir Furat al-Kufi. Dat het een betrouwbaar boek is waar wij gebruik van moeten maken. Het probleem in de maatschappij zit hier. Wanneer er bijvoorbeeld jongeren zijn die in de 21ste eeuw de claim maken, deze of dit boek is niet betrouwbaar. 1. Waar heb je gestudeerd? Dat is een vraag die ik mag stellen. Wanneer je aan mij vraagt, Yasir, hoe kom jij erop dat Tafsir Furat al-Kufi betrouwbaar is? Ik heb jou een hele lijst gegeven met boeken. Ik heb jou een hele lijst gegeven met overleveringen. Tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is jouw studie dat jij deze claim komt maken? Is jouw expertise het onderzoeken van de Shiïtische literatuur? Heb jij onderzoek gedaan naar de handgeschreven Shiïtische boeken die je kan vinden in Maktabat Amir al-Mu'minin alayhi salam, in de Maktabat van al-Mar'ash al-Najafi bijvoorbeeld in Qom? Heb je daar onderzoek gedaan? Nee. Dus waarom houdt men zich bezig met een veld wat niet zijn vakgebied is? Het is een vraagstuk die wij moeten stellen. Is dit rechtvaardig? Is dit eerlijk? Dit is niet eerlijk. Ga eerst de introductie bestuderen in hadith en overleveringen. Begrijp hoe die boeken zijn vastgesteld. En kom dan pas praten hierover. Een ander punt is, deze mensen die beweren dat de Shiïtische literatuur niet betrouwbaar zijn en niet authentiek zijn. Waar is jullie istidlaal? Jullie claim moet gebaseerd zijn op bronnen. Wijs ons aan wat heeft Tafsir Furat al-Kufi jullie misdaan. Dat hij de overleveringen van de Ahlul Bayt alayhum assalam overlevert. Dat hij de deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam overlevert. Wat is daar mis mee? Dat hij uithaalt naar de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam. Hij heeft de woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam vastgesteld in zijn boek. Als wij gaan kijken, men prijst zijn of haar geleerden. Eigenlijk hoort
Furat al-Kufi een prijs te krijgen voor zijn harde inzet, dat wij 1000 jaar later gebruik kunnen maken. Dankzij Furat al-Kufi kennen wij deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam.